is Lask die uitstekend van start gegaan is en daar de bocht aansnijdt. Met Nijs ook goed vertrokken, alle Belgen goed weg. Lask trekt zich op gang. We zien ook Tom van Oppen. We zien Vervecken naar voren schieten. Bart Welles op de tweede rij. De Klerk iets minder goed gestart. Na één ronde zijn er vijf leiders. Lask, de Tsjech, Groenendaal, de Nederlander en drie Belgen, Vervecken, Nijs en Van Oppen. De Klerk heeft zijn aansluiting gemist, maar de man van Wortegem, Petergem, heeft een bijzonder goede dag en zal de kopgroep snel bijbenen. Dit is Bart Welles, ook al zwakke start. Hij komt nog wel terug tot op 8 seconden van de leiders, maar dan gaat het licht uit. Definitief. Groenendaal voert in het begin een paar keer de forsing. Het parcours is niet langer spekglad, het dooit bijzonder snel. Maar de Belgen laten Groenendaal niet gaan. Hier Tom van Noppen bijvoorbeeld, sterk in de eerste wedstrijdhelft. Hij zal 9e worden. Al snel wordt duidelijk dat Petter Glask op zijn thuisparcours de te kloppen man is. Met zijn lange benen neemt hij 2 trappen in 1 keer. Maar ook Erwin Vervecken is een grote jongen en bijzonder sterk. Vervecken heeft echt geen problemen met de tempoversnellingen. Hè? Vervecken is super. En toch blijven er verraderlijke plekken. Even niet geconcentreerd en hop, daar gaat Vervecken tegen de grond. Maar Vervecken is, zoals al gezegd, super. Iets over halfweg gaat Nijs aan de boom schudden. Van de 6 leiders moet Van Oppen eraf en jawel, Richard Groenendaal. Weg, verlenging van de wereldtitel voor Richard Groenendaal. Maar ook Nijs wordt nog geen wereldkampioen. Door een val moet hij de Klerk, Vervecken en Glask laten gaan. En het wordt een adembenemend slot. Wie als eerste bij de trappen komt, wordt wereldkampioen. Hij moet er nu over. En hij weet dat, Paul. Hij weet dat. Hij heeft dat begrepen. En de andere zal ook nog komen. En hij doet dat goed. Hij zet hem een beetje in de tang, Glask. Ja, nu moet de deur wel dicht gaan. Het gaat moeizaam. Oh. Hij heeft wat last met de... Mario moet erover schuiven en het is in orde. Mario doet dat ook. Nu is het gewoon een spel. En nu met de ogen dicht, die laatste zware afdaling. Op naar de laatste trap. Wie is wereldkampioen, Paul? Deze Vervecken of de Klerk? Ik weet het niet. Het zal afhangen. Ik weet het. En dat doe ik het ook, Mario. Dat was genoeg. Dat was genoeg. Nou ja, pas nee, op. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet dat het met opzet was, maar ik vind het gewoon prachtig. Is Vervecken binnen. Dat is hem op. Zijn 12e wereldkampioenschap. Zal het eindelijk lukken? Mario heeft zijn eigen ene keer vertrapt. Eindelijk lukken. Eén keer vertrapt. Terugkomen. Is Vervecken snel genoeg? Nu, hij heeft Erwin. Basissnelheid. Nu, Erwin. Hij heeft, maar komt de Tsjech nog aan het wiel? Oh, het is nog goed de 200, 300 meter. Hij mag die Tsjech niet afwachten. Hij moet het in de sprint afmaken. Als eerste die bocht pakken. En hij wint. Dat er niks gebeurt. Hij wint. Opgelet, opgelet. En hij verdient het. Laatste 100 meter van de kop af wordt hij weer. Prachtig, Erwin. Lask zet alles op alles, maar Vervecken wordt wereldkampioen. Een schitterende zaak. Erwin Vervecken, ja. Eindelijk wereldkampioen. Chapeau, Vervecken. Ja, proficiat. Bravo, bravo, allee, bravo, allee, bravo. Gaat het al? We staan bij Erwin, hè. Kom maar op. We staan bij de wereldkampioen, Erwin Vervecken, eindelijk. Ja. Ik had een fantastisch goede dag in het begin. Maar het parcours was zo moeilijk om een gat te slaan. Ik heb diverse malen geprobeerd, maar het lukte niet in de laatste ronde. Ja, ik wist dat als ik glas kon houden, dat ik hem zou kunnen kloppen, maar... Dat is maar heel nipt. Nipt is ook goed. Karel van Nieuwkerken verzamelde na afloop van dit toch wel beklijvend WK de nodige reacties. Vooraf zeg ik nog dat nogal wat renners last hadden van de kou. Bart Welles bijvoorbeeld moest onderkoeld even naar het ziekenhuis. Hier komen de interviews. Mario, spadnu na schodech. Já jsem si v poslední chvíli neuvědomil, že jedu. Měl jsem si najet jinam prostě. Takže jsem tam udělal chybu svoji, Mario tam spadnul na schodech a já jsem de facto do něj vlítnul. A tam to bylo rozhodující. Kdybych zvolil o půl metru stopu napravo, tak jsem ho minul a mohl jsem být furt v kontaktu s Erwinem. Ale to se bohužel nestalo, musíme to brát tak, jak to je. Ik weet zeker dat Mario de Klerk zoiets niet doet tegenover een tegenstrever. Ik denk dat hij dat in geen geval bewust gedaan heeft. Dat manoeuvre op die trap, was dat ongelukje of was dat met een knipoogje naar Vervecken? Ja, ik sliep uit en dan heb ik, ik wist dat ik niet meer kon halen, en dan heb ik de Glask gehinderd dat hij zeker niet meer kon terugkomen. En, dat is wel, was wel een goed manoeuvre. Ik kon ons moeilijk permitteren
als we met drie voorop zijn en twee Belgen, dat er een zeg gauw in. Dat kon niet. Mag er nu nooit nog iemand beginnen over Poppraat? Maar bij ons, onder de renners, wordt er niet over gesproken. Dus het is meer, denk ik, van buitenaf. Maar ik denk, Poppraat, dat was een... Dat was verwekkend zijn fout, Poppraat. Ik heb een domme val gemaakt en zo moest ik los. Ik was wel goed, maar ik kon ervan wel dat hij beter was. Ik krijg het bijna niet gezegd. Als dan toch iemand anders moest winnen, Vervekken dan maar. Hè? Ja, Vervekken is een heel jaar goed geweest. Het is een verdiende wereldkampioen, denk ik. Typeert hem, hij ligt 3 dagen op zijn bed en zo van... Moeten wij nu gaan een WK rijden of wat gaat er hier gebeuren? En wij lopen rond precies of wij zijn nerveuze kiekjes allemaal. Dat is echt niet normaal. Een leuke kamergenoot dan? Ja, ik slaap bij hem en ik moet oppassen. Ik moet af en toe eens naar de Klerk lopen om zenuwachtig te worden. En als het te druk wordt, dan ga ik naar Vervekken en dan slaap ik direct. Ik was niet al te best weg, maar toch redelijk. En dan val ik 2 keer in eerste toer. Ja, dat is eigenlijk nat. En het ging echt heel goed. Ik weet niet, ik vloog eigenlijk en ik wist dat de conditie goed was. En dan in één keer op 2 toeren van het einde kreeg ik een ram van de kou en ik moest gewoon binnendraaien en een ambulance binnenstappen. En het gevolg was dat ik van niks meer wist en dat ze me weggevoerd hebben en dat er in één keer serieuze paniek was bij de supporters. Ik denk bergop was ik heel sterk. Ik was denk een van de beste misschien bergop, maar niet dat ik op plaatsen dat ook zou kunnen hebben. Maar, het ging vrij vlot tot ik viel en ik viel in een plas water. En toen ik was helemaal bevroren. Ik kon niet meer remmen, ik kon niet meer sturen. Alles deed pijn. En dan heb ik gewoon op mijn gemakje de wedstrijd uitgereden. Of je nu 5e of 8e bent, dat maakt toch niet meer uit. En... Come on, Erwin. Zitten. Ja. Voor ons zit nu klaar in het hotel van de Belgische ploeg in Tabor in Tsjechië de nieuwe wereldkampioen Erwin Vervekke. Proficiat Erwin, om te beginnen. Hoor je mij? Ja, bedankt. Ja, dat is graag gedaan. Ja, ik hoor u. Dat is goed, ja. Ben jij al bekomen van de kou eigenlijk? Want het was bijzonder fris daar, hè, op de fiets. Het was inderdaad heel koud, vooral aan de handen en ook voor de ogen. Je ziet waarschijnlijk dat ik nu heel rode ogen heb. Ja. Dus daar is gewoon ijswater in gekomen en het was vanaf in de start eigenlijk heel koud en de laatste 3-4 ronden had ik bevroren vingers. En nu voel ik het natuurlijk niet meer. Hè. Ja, maar voel je voor de start al, ik zit goed, ik zit sterk, ik kan dat hier winnen, het gaat ervan komen? Donderdag had ik een heel goed gevoel op het parcours, vrijdag ook nog, maar gisteren was ik iets minder. En dan begin je toch te twijfelen en deze morgen ook was ik niet echt super, maar het is meestal zo, mijn beste wedstrijden, dan ben ik voor de koers ook niet echt super en ik dacht ook dat ik onder de wedstrijd heel goed was. Ben je echt zo rustig voor de wedstrijd als Sven Nys daarnet vertelde? Bij ons? Ik ben waarschijnlijk de rustigste renner. Vorig jaar is een uur voor de wedstrijd was mijn tas verdwenen, dus mijn sportzak voor de wedstrijd in Sint-Michiels-Gestel. Ik heb daar heel rustig onder gebleven. Dat is gewoon mijn natuur. Ik kan me moeilijk druk maken en voor mij is dat een groot voordeel. En dan op wedstrijden zoals deze maken me dan licht zenuwachtig en dat komt me heel goed uit. Al gezien wat er achter jouw rug gebeurd is in de slotfase bij die trappen, wat Mario de Klerk dan net deed met Dlask, heb je dat al gezien? Ik heb niks gezien, dus ik heb gewoon volle bak gereden. Ik zat toch redelijk dik, dus op die moment moet je niet twijfelen. Ik voelde wel dat ik een klein gat had, je hoort dat ook aan de supporters. En ik heb gewoon volle bak gereden tot eigenlijk de laatste bocht. Daar heb ik nog een beetje verloren, omdat ik niet de fout wilde maken om terug te vallen. Om het uiteindelijk nog uit de handen te geven. En in de spurt was ik vrij zeker. Het was trouwens geen echte spurt. Dus, Je hebt toch al met de Klerk gesproken, veronderstel ik? Ja, er was vrijdagavond is er een akkoord gemaakt tussen de Belgen. Dus er komt een financiële vergoeding. Ja, hoe zit dat met die financiële vergoeding? Ga je het nu allemaal verdelen onder de ploeg of hoe gaat dat? De premie van de bond wordt verdeeld onder alle renners. En dan is er nog een extra premie en die wordt verdeeld. Waarschijnlijk grotendeels voor Mario de Klerk. Dus de renners die mij geholpen hebben. Ja. Het is zo dat je in het verleden al een zeer goed renner was, zelfbewust. Maar dit jaar ben je echt de winnaar geworden. Hè? Je bent zelfs zegenkoning met 10 overwinningen. Wat is er dit seizoen, wat is er dit jaar veranderd? Dat vraagt iedereen zich af.
Die vraag wordt me dikwijls gesteld, dus ik kan er moeilijk op antwoorden. Ik heb een heel goed wedstrijdseizoen gehad. En dan beginnen winnen, ja, de moraal is goed. Ik had ook de indruk, dus met het wegvallen van der Poel bij Rabobank, dat die structuur daar heel anders in elkaar zat. Van der Poel was iemand die gewoon van op kop begon te koersen en dat lag me gewoon minder. En ja, Sven Nys is dan pas halverwege het seizoen begonnen, heeft ook niet echt de basis gehad. Dus ik denk dat er gewoon een paar renners minder waren dit jaar. Maar je bent, van kunnen profiteren. Maar je bent toch ook zelf bewuster geworden? Je neemt je lot in eigen handen, zegt men. Ja, maar het is ook gemakkelijker als je een beetje meer relaxed in het wiel zit om eens te demareren. Vorig jaar zat ik gewoon à blok in het wiel en dan is het niet simpel. Jij bent altijd een goed student geweest in het verleden dan. Geen spijt nu vandaag, denk ik, dat je voor de topsport gekozen hebt, hè? Nu al lang geen spijt. Ik ben prof geworden op mijn 22e en toen was dat bewuste keuze. En ja, wat er later komt, dat zullen we dan zien. Ga je vanavond nog doen? Waarschijnlijk nog veel champagne drinken. Oké. Doe het daar nog goed. Heb wat plezier en doe de groeten aan de andere jongens. Nog eens proficiat Erwin Vervekke.